Ja, de trainer had nog zo gezegd, we staan 3-2 voor, we moeten niet naar voren gaan. En wat doet hij? Hij begint daar met een fantasietje company te dribbelen. Ja, dus zijn gedachte. Ja, de trainer die kon daar natuurlijk niet meer lachen, al die ruimtes in de rug. We dachten allemaal, ja, die gaat toch niet schieten, dat gaat niet, die stond op de lijn. En op training gaan ze allemaal echt 20 meter naast. Maar wat doet hij? Hij geeft er een patatje op. Gaat die bal wel niet binnen, zeker? Chance dat hij gaat. Chance, ongelooflijk. Zoveel chance, echt. Alles. Wat had dat hier? Wauw, chique goal, hè. Echt. Top goal. Echt waar.